Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik polygel nagels bij mezelf zetten. Mensen die mij al een tijdje volgen weten dat ik het al eens eerder heb gedaan. In die video heb ik gezegd dat ik het nog een keer ging uitproberen. Omdat ik toen tegen wat dingen aanliep, ik miste ook wat materialen. Die materialen heb ik er nu wel bij. Ik weet nu ook ietsje beter hoe het werkt. Ook dankzij tips van mensen die onder mijn video hebben gereageerd. Dus dit is poging nummer 2 en hopelijk gaat het deze keer dan ietsje beter. Het eerste waar ik tegenaan liep de vorige keer was dat mijn nagels gewoon te kort waren, waardoor de polygel dus over mijn vingers heen begon te lopen. Ik heb ze nou ietsje langer. Kijk, die is nog vrij kort, die ook. Nou, deze die zijn toch wel redelijk lang. Ja, en echt lange nagels kan ik toch niet echt laten groeien. Dus ik moet het hier maar gewoon mee doen. Waar ik de vorige keer ook tegenaan liep is dat ik mijn nagels zo op de kop wilde doen, maar dat kon niet, want dan viel het naar beneden. Daar heb ik nu van die handige nagelklemmetjes voor gekocht. Dus ik denk dat dat mij wel zal helpen. En ik heb ook een glazen potje gekocht, want die miste ik de vorige keer ook voor de vloeistof. Even een upgrade dus qua materialen. Dus we gaan zien hoe het gaat werken. Het eerste dat ik ga doen is de nageltjes even passen. Ik heb deze tipjes erbij gekregen in verschillende maten. Er zitten van die vleugeltjes aan de zijkant. Ja, het schijnt dat ik de vorige keer de tipjes verkeerd om op mijn nagel deed. Dat wist ik niet. Ik had nog nooit zulke tipjes gezien. Dus ik zal ze nu op de goede manier gebruiken. Het is dus de bedoeling dat deze dingetjes aan de bovenkant zitten en niet aan de onderkant. Ik heb deze 5 tipjes heb ik dus klaargelegd. Ik begin even met het bijvellen van mijn eigen nagels. Nou, ik heb niet zulke lange nagels en op zich veil ik ze wel regelmatig bij. Dus dat kan ik gewoon even snel doen. Dan duw ik even mijn nagelriemen terug met een bokpootje. Nu ga ik met het polijsblokje even mijn nagels opruwen. Het is een vrij grove grit, zodat je wel echt je nagel goed dof kunt maken. Mijn nagels zijn nu echt goed dof. Dus nu ga ik ze ontvetten. Het beste kun je dan gewoon een nagelontvetter gebruiken. Maar ja, bij gebrek aan gebruik ik gewoon even nagelremover. Nu pak ik de base coat. Daarmee doe ik even een dun laagje op mijn nagels. Ik zorg ervoor dat ik mijn nagelriemen niet raak. Deze laat ik even uitharden in de lamp. Dit is een nummer 6. Nu ga ik een beetje van deze polygel een beetje van de tip doen. En dan ga ik hem omdraaien en dan ga ik hem zo op mijn nagel zetten. Ik zet hem tegen mijn nagelriem aan, zo'n beetje. Niet zodat het er tegenaan komt, maar wel dat je begin is. En dan druk ik hem langzaam naar boven toe uit. Kijk, en nu merk ik dat deze dus wat omhoog komt, deze tip. En daarom heb ik ook die nagelklem. Zet ik die er even op. Oeh. Blijft een beetje een knoeiboeltje, jongens. Wacht even. Ik probeer het toch even zonder nagelklem. Misschien is mijn pinky toch een beetje te klein voor de klem. Dit is ook mijn kortste nagel, dus... deze klem ik wel even zo. Kijk, als ik hem met lijm vast kon zetten, dan zat hij gewoon vast. Maar het is geen lijm, het is gel. Dus dit gaat pas vastzitten als ik het in de lamp doe. Nou, toch even weer zo'n klemmetje proberen.
Nou, ik doe deze even in de lamp. Ik ga hem eraf halen, de klem, maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Nou, er zit een soort van nageltje op. Ik zou dit gewoon allemaal even bij moeten vijlen. Ik doe hem iets meer naar het midden deze keer. Kijk. Ja, hier komt meteen alweer lucht onder als ik hem loslaat. Hier, moet je kijken. Dit hoort daar. Ik probeer zoveel mogelijk van mijn huid af te krijgen. Hier, want daar was het de vorige keer echt heel dik. En ik kan nu wel mijn nagel omdraaien, omdat ik dus die klemmen heb. Nou, zomaar. Ik heb nu dus twee nagels gedaan. Deze nagels waren ook vrij kort, mijn eigen nagels. Dus ik had ook wel verwacht dat het wel weer op mijn huid zou komen hier. Dat is niet geheel onverwachts. Ik had wel iets meer verwacht van de nagelklemmen, dat dat mij iets meer zou helpen. Maar eigenlijk zijn ze zo groot op mijn nagel dat ik er dan ook niet meer omheen kan werken zo goed. Ik kan wel mijn nagel nu zo houden en zo verder werken, dus dat is wel een verbetering. Ik heb tot nu toe de polygel vooral gedaan zoals ik het in de filmpjes heb gezien, dus dat je zo'n bolletje erop doet en dan zo heel makkelijk het erop zet. Nou, dat werkt gewoon nog steeds niet. Het loopt gewoon helemaal in je nagelriemen en luchtbellen en bende. Dus ik ga het nu gewoon even een beetje anders weer proberen. Dat ik eerst het bolletje gewoon erop zet op de nagel. En dat ik het dan eerst met het kwastje gewoon over die tip ga verdelen. En dan pas op mijn nagel ga plakken. Misschien werkt dat beter. Ik denk dat het dan minder pudding effect heeft. Dat het gewoon dat het overal heen gaat. Dus dat ga ik nu even uitproberen. Eerst een bolletje gel. En dan ga ik het gewoon in de nagel al bewerken. Op zich voelt dat al wel een stuk beter. Ik ga nog steeds een beetje in mijn nagelriemen, maar niet meer zoveel als net. Ja, en toch wipt die hier wel meteen weer omhoog ook. En dit is een van mijn langste nagels, dus als die ergens goed zou moeten gaan, dan is het wel deze. Dat het niet zo op mijn huid gaat zitten. Kijk, door die crème kan ik nou niet meer bij mijn nagelriem. Dus ik kan hem hier wel goed fixen. Maar hier niet. Wat ik steeds doe in de lamp is hem 1 minuut zo laten uitharden en dan nog een keer 1 minuut zo. Gewoon voor de zekerheid.
Ja, kijk, dat zit gewoon hier helemaal over mijn nagel in weer. Nou, ik ga gewoon door. Ik doe gewoon maar even een klein beetje. Deze voelt op zich wel goed. Maar ik denk dat als ik hem loslaat, dat hij dan weer omhoog vloeit. Ja. Mijn nagel is ook gewoon te klein voor die klemmen. Oeps. Ik zal eerst deze er nog even afhalen. Ik heb alle 5 nagels nu gedaan. Ja, het resultaat valt nog steeds een beetje tegen. Ik had meer verwacht van de klemmetjes. Als ik de klemmen erop doe, kan ik hier niks meer doen. En dan kan ik hier ook niks meer zien. Dus hier kan ik dan niks meer aanpassen. Ja, dus het gaat ook nog steeds over mijn nagelriemen heen. Ik heb ook geprobeerd om hem wat hoger op mijn nagel te zetten. Maar dan heb ik hier zo'n opstaand randje. Dus dat is eigenlijk ook niet echt ideaal. Ondanks de nagelklemmen is het ook nog steeds hier onder mijn nagel toch op mijn huid terechtgekomen. Ook op de wat langere nagels. Maar ik ga het allemaal even bijfijlen en dan kunnen we zien hoe het eindresultaat is. Dit is het eindresultaat. Deze nagel is eigenlijk het beste gelukt. Die was ook het langst van zichzelf. Over het algemeen is het beter gelukt dan de eerste keer. Toen was dit echt zo dik en zoveel op mijn huid dat ik het er echt met een frees gewoon onderdoor moest fijnen. Het is nu nog steeds dik. Maar... ik kan er wel mee over straat. Ik kan me er mee vertonen. Ja, aan de voorkant ziet het er best goed uit. Vooral deze twee. Ja, hier bleef gewoon niet zoveel van over. Hier was het aan de voorkant, zodra ik ging feilen, was het eigenlijk al een beetje eraf gegaan aan de voorkant. Deze was heel kort van zichzelf, dus die had ik ook niet langer kunnen maken. Maar deze twee zijn wel redelijk gelukt. Als ik deze methode nou even vergelijk met gewone acrylnagels of gewone gelnagels op de traditionele manier, vind ik dit niet een meer handige manier. Ja, je hoeft geen tipjes te gebruiken. Ja, je hoeft geen schablonen te gebruiken. Maar het eindresultaat is dan ook minder mooi. Je hebt gewoon minder controle over wat je hier bij je nagelriemen doet en wat je hier aan de voorkant aan het doen bent. En eigenlijk je hele nagel, je hebt daar een stuk minder controle over dan bijvoorbeeld bij normale acryl of gel nagels. Ik denk dat het ook handig is om wel wat ervaring met een file te hebben als je dit een keer wil uitproberen. Want je moet toch nog best veel nafijlen. Ik heb mijn andere hand ook niet gedaan. Ik heb daar gewoon even een doorzichtig gel lakje overheen gedaan. Voor mij was dit ook gewoon mijn polygel avontuur.
Ik wilde het nog een keer proberen, dat heb ik gedaan. En nu weet ik gewoon zeker dat polygel niet mijn ding is. Maar dat is ook goed om te weten. De volgende keer ga ik weer iets anders uitproberen. Dipping powder. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En als je benieuwd bent, blijf dan even hangen op mijn kanaal. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!